Serieus? Enzo. Oh, Knol? Hij heet echt Knol? Enzo Knol? Nee! Dus ik zou nou heel verbaasd zijn als jij compleet anders heet. 1, 2, 3. Nou. Yo. Ja, bro. Nee, zeg, ben ik je moeder? Ja, blijkt echt. Lekker. We zijn er weer. Ja. Heb je er zin in deze keer? Ja, mag ik de gast roepen? Je hebt heel erg zin, omdat het natuurlijk iets speciaals is voor 3 en 2 en 1. Applaus voor Steven Kazan! Oh, dankjewel. Oh. Ja, hij moet wel inkomen als een goochelaar, hè? Oké. Steven Kazan tovert vandaag met zijn komst een lach op ons gezicht. Verdient genoeg knaken, hoopt nooit oog in oog te zwemmen met een haai en is liever vrijgezel. Wie is dit blonde dan? Maar gelukkig heeft hij een geweldig talent waar niemand op zit te wachten. En dat zijn goocheltrucs. Wat leuk! Wat even leuk dat ik hier mag zijn. Toeter bij je oren pakken, toeter bij je oren pakken. Er zit niks achter. Hij heeft... Niet toeteren, je moet even toveren. Ik moet even toveren? Of even toeteren af. Ja, als je dat had gezegd, dan was ik voorbereid geweest. Maar nu was ik niet voorbereid. Nu zat hij niet achter je lel. En nu zat ik niet achter mijn lel. Ja. Nou. Ik kan wel het balletje aan je moeder geven. Kijk, geef ik aan je moeder. Hou hem vast. Maak een vuist van. Ja. En maak een magische spreuk. Simsalabimba. En dan maak je hem open. Ho! Ja. Heb je er 2? Wauw! Wow. Applaus, jongens! Wow. Applaus hier! Hier! Ja, ik cool. Mag ze terug hebben. Ja, zeker. Ja, ik kan ze niet voor je verdubbelen, anders had ik het gegeven. Heb je lekker geslapen? Of ik lekker geslapen heb? Ja, ik heb wel lekker geslapen vannacht, ja. Had je enge droom? Nee, ik had geen enge droom. Eigenlijk, volgens mij heb ik vannacht niks gedroomd. Dus dat was wel fijn, dus ik was gewoon helemaal weg. En ik werd vanochtend wakker. En dacht ik van, ja, nou, een leuke dag vandaag. Ik had vanochtend vanmiddag een optreden en nu zit ik hier bij jullie. Dus ja. Talking about dreams. Over dromen gesproken, vertel. Dat is de vertaling. Toen jouw vader een jonge jongen was en besloot dat het goochelvak voor hem was, dacht hij, Kazan, dat zou wel eens kunnen werken. En die naam is nu wel wereldbekend. Ja. Gaat over de grens, maar jij bent nu ook goochelaar. Ja. Heb je nooit nagedacht om misschien voor jezelf een eigen... Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Want ik weet nog op een gegeven moment... Wat dan? Nou, omdat mijn vader, die was inderdaad Kazan. Die naam heeft hij bedacht toen hij 9 jaar oud was. In een goochelboekje geschreven, nou, dat was de naam. En toen heb ik wel erover nagedacht van... Ja, misschien moet ik mijn naam wel veranderen naar, weet ik veel, Steven Wonder of iets anders inderdaad. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, ik ben ook trots op de naam. Weet je, van, ja, waarom niet? Het is een goede naam. Je onthoudt hem. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik vind mooier Steven Berghuis. Steven Berghuis. Ja, die zit bij Dat klinkt meer als een voetbal. Steven Berghuis, als je het hoort. Steven is je achternaam, hè? Ik ken je nog. Maar je vader is toch ook bekend? Mijn vader is ook bekend, ja. Ja, ja, maar dat is nog voor jouw tijd. Ja, hoe voel je dan... Om een bekende vader te hebben. Het is best wel leuk. Eigenlijk is het voor mij, is hij nooit een bekende vader geweest. Wij woonden vroeger in een dorpje, ergens in het oosten van het land. En ja, mijn vader die presenteerde allemaal programma's. En die deed de magic programma's. En die deed prijzenslag, allemaal van die quiz dingetjes. En ja, in het dorp, ja, dan wisten de mensen van, oh, nou, dat is Hans Kazan. Dat is, ik was het kind. maar voor de rest was het eigenlijk alles gewoon heel normaal. En ja, mijn vader die ging naar zijn werk. In plaats van dat hij naar de bakker ging of naar de, weet ik veel waar, ging hij naar het Mediapark. Ik vind het wel zo vervelend, hoor. Omdat we in het stadion waren, ik werd helemaal koekoek. Omdat ik iedereen zei, mag ik een handtekening vragen die? Maar ik zei, ik heb geen handtekening. Nee, maar vind je het dan niet leuk? Je vindt het niet leuk dat iemand naar je toe komt van, hey, ik kijk naar jouw programma's. En dan zeggen ze weer, maar teken iets dan, iets. Ja. En hoe vind je het om bekende ouders te hebben? Hoe vind jij dat? Ja, wel chill. Ja, wel chill? Ja. Heb je dan ook van als je dan over straat loopt, dat mensen dan al op de foto willen met je ouders of zo? Nee. Nee? Nee. Nee. Want je doet nu alsof niemand dat vraagt. Maar het mooie is, als ze mij vragen, mag ik de foto's, dat hij handje ervoor staat.
mag ik erbij. Ja, mag ik erbij, ja. Kijk, toch? Komt of aan, dat is waar. Ja, dat is waar, kijk. Maar mijn vader werd... Ik weet nog dat ik met mijn vader door Amsterdam liep. En toen was ik een jongetje. En toen stopte echt de tram midden op de weg. En toen ging de tramdeur open. En die chauffeur zei... Hé, Hansie, kun je mevrouw wegtoveren? Maar dat doen ze precies bij ons. Ja, toch? Dat doen ze altijd. Dan doen meisjes altijd... Hé, jongen. Tegenplas, wegrennen bro, maak een aantekening. Steven Wonder. Je hebt erover nagedacht. Ik heb erover nagedacht, Steven Wonder. Maar dat vind ik leuk, ja. We surfen op het succes van mijn vader. We trekken hem even door de ja, lijn. Ja, trek hem gewoon door, ja. Je hebt gelijk, want het bekt lekker. Ja. Maar er zijn meer mensen die wel gedacht hebben, misschien is mijn eigen naam niet zo interessant. We switch it up. Mm-hmm. En daar ga ik jou op testen. Oké. Okay. Of jij weet... Of sommige mensen hun eigen naam gebruiken. Of een verzonnen naam. En ik doe ook mee, toch? Jij doet ook mee. Ja, ik snap. Oké. Okay. We beginnen. Je bent de gast. Ja. Dus we beginnen bij jou. Wat leuk. We hebben hier Lady Gaga. Ja, ik ga ervan uit dat zij niet echt Lady Gaga heet, toch? Je kan alleen een punt krijgen als je ook haar echte naam dan weet. Volgens mij is er een of andere Italiaanse naam of zo. Maar ik weet haar echte naam niet. Roep het Italiaans. Stracciatella. Maar... Spaghetti en bolognese. Zeg jij iets? Nee, cappuccino. 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 Versace. Versace. Ja? Ja. Helaas, allemaal niet goed. Lady Gaga heet Johanna Angelina Germanotta. Nou, wat een prachtige naam. Ja. Eigenlijk had ze daar niks voor hoeven doen. Ja, dit dekt wat lekkerder natuurlijk. Oh, dat wist jij heus wel. Ja. Ja. Ja, dat wist jij. Dat ja, natuurlijk. Nu komt hij voor jou. Oké. Okay. Huh? Dit is Dua Lipa, de zangeres. Ja. Wat vertaal is dit of zo? Ja, waar ze vandaan komt. Sorry, mijn redactiewerk is niet zo diep gegaan. Maar heet zij zo of heet zij niet zo? Dua Lipa. Vind je zo? Dat is goed! Ja, heet ze echt zo? Ze heet echt Dua Lipa. Dat had ik niet verwacht. Nee. Dat had ik niet verwacht. Dua. Dua. Ja, Dua zou kunnen. Lipa. Ja, een prachtige naam dan. We gaan door naar de volgende. Van eigen bodem. Misschien een makkie. Enzo Knol. Enzo Och, jee. Knol. Knoppower. Ja. Is het een gimmick of is het de waarheid? Enzo. Ik denk dat Enzo nog wel echt zou kunnen zijn, maar ik weet niet of Knol. Zou die Enzo Knol. Mijn gevoel zegt, mijn gevoel... Je onderbuikgevoel. Mijn onderbuikgevoel zegt dat het niet zijn echte naam is. Weet jij het? Nee. Het is wel zijn echte naam. Serieus? Enzo. Oh, Knol? Hij heet echt Knol? Ja, Enzo Knol? Nu, hoe vaak je het zegt, hoe lulliger het overkomt. Ik dacht echt dat het een gewoon YouTube-naam was of zo. Nee. Hij is gewoon echt Enzo. Ja, Enzo kan ik nog inkomen, maar Knol, dat je dan ook zo heet. Ja, je maar onthoudt het wel. Is toch een Nederlandse naam, of ben ik helemaal koek? Voor jou, Frankie Dean. Is dit haar echte naam of niet haar echte naam? Femke Louise. Femke Louise. Ja. Ze heet zo? Ja. Dat denk jij? Nee. Dat denk je goed! Ah, ik dacht dat het niet zo... Ze heeft toch een tussennaam? Van Chloe's, ik vind het een makkie. Is ja, Nienke Plas haar echte naam? Ben ik echt Nienke Plas? Of is het ook maar weer marketingtechnisch ingestoken? Nee, ja, ik ken jou inderdaad alleen echt als Nienke Plas. Mm-hmm. Dus ik zou nou heel verbaasd zijn als jij compleet anders heet. Dus jij gaat voor Nienke Plas? Ik ga voor Nienke Plas, ja. Je bent van de nul af. Je hebt een punt! Yes! Kijk! Jouw beurt komt nu. Is dit zijn echte naam? Nee! Leo! Jij weet dat iets. Is zijn jij roepnaam. Weet iets. Dat is zijn roepnaam. Ik vind het heel goed, maar weet je ook zijn achternaam? Nee, dat weet ik niet. Ik vind dit een halve punt waard, want hij heet eigenlijk... Ja, dat vind ik. Waarom dan? Leendert Roelandschap. Nee. Klinkt niet als Bissy. Nee, dat klinkt... Heet hij echt Leendert? Leendert, ja. Dat was niet catchy genoeg. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik had het wel goed, toch? Je had het heel goed, maar Leo... Omdat maar ik Leo... moet zeggen, het zou wel grappig zijn als hij nu Leendert Bissy zou. Omdat hij heeft drie namen. Omdat hij heeft drie namen. Ik heb wel eentje ervan gezegd. Dus ik krijg wel een punt. Respect. Het is Hans Klok. Wat is zijn naam? Ja, dat is zijn echte naam. Dit is zijn echte naam. Oké, jij speelt voor Hans Klok. Heet Hans Klok. Hans wapperende haren Klok. Een zenuwachtig lachje. Ja, ik weet dat hij Hans heet, maar ik begin nou... Ik weet niet waarom ik begin te twijfelen of die Klok van de achternaam heet. Maar ik denk het wel. Jawel. Hans Klok heet officieel voluit Johannes Franciscus Klok.
Dus je hebt het goed. Je hebt het goed, want toch? Ik denk dat Hans Klok wel een beetje de gebruik... Maar zijn echte naam is dus niet Hans? Nee, Johannes. Johannes, ja. Johan, ja. Misschien Johan. Jo, ja, het zou meer van deze tijd zijn. Jo Klok. Johansie. Nou, het is geen geheim dat je het goochelen bij je papa zag. Ja, klopt. Maar heb je het meeste ook van hem geleerd? Ja, ik denk het wel. Ja, absoluut. Nee, eigenlijk zeker weten we van wel. Ja. Ja, ik heb wel van helemaal. Ik ben erin opgegroeid. Ik vind het ook leuk om er zelf achter te komen hoe het truc werkt. Maar als ik het echt niet meer weet, ga ik naar papa. Ja, sorry, en maar dat doe ik wel. Vraag wie er beter is, hè? Ja. Maar wie stek ik beter, je vader of jij? Mijn vader, absoluut. Ik vind het heel erg leuk en ik moet zeggen, ik ben er best goed in. Mijn vader zegt ook dat ik er goed in ben. Maar ja, we zien hoe de toekomst brengt. Hè? Ja, maar doe je wel soms je vrouw wel in de maling nemen met goochelen? Nou, mijn vrouw in de maling nemen, ja, maar niet met goochelen. Ze houdt eigenlijk niet zo van goochelen. Oh. Nee. Daar hou ik echt van. Nou, ze vindt het wel leuk om naar bijvoorbeeld een keer naar een theater te gaan en een goochelshow te zien, maar... Ze vindt het dan heel irritant. En dan zeg ik van, ik heb weer een nieuw trucje. Zal ik het je even laten zien? Wat vind je ervan? Maar dat vind ik gewoon grappig. Want ze zeggen, oh, toch niet weer een trucje, zegt ze dan. Kan je ook die goocheltrucs als zo'n mens zo in drie stukken zitten. En dan haal je die doos gewoon even eruit. Gewoon echt zo tuk, tuk, tuk. En dan zijn hier, dit is een benen. Ja. Hier zit ze alleen. Oh, de doorzaagtruc. Ja, en hier zit ze alleen in zijn hoofd. Ja, dat is leuk. We hadden net die foto van Hans Klok. Dat is, mensen vragen altijd van, wat is het verschil tussen een goochelaar en een illusionist? En een illusionist is eigenlijk iemand zoals Hans Klok. En die doet precies wat jij nu zegt. Van die stopt een vrouw in een kist en die zaagt dan in drie stukken of vier stukken, hoeveel je maar wilt. Haalt ze uit elkaar. Dat is een illusionist, dus het grotere werk. En een goochelaar is eigenlijk meer wat ik doe, is meer dat kleinere werk met kaarten en een trucje en een verhaaltje. Gaan we goochels doen? Oh, ja, nu je toch bent. Oh, dat wil je graag zien, een goocheltruc. Heb jij een goocheltruc? Ja, ik dacht dat jullie hem nooit zouden vragen. Ja, natuurlijk. Ik zei wil goocheltruc? Ja, doe een hele grote. Ik heb iets meegenomen. En dat kun je alleen zien als je fantasie hebt. Kijk, dit is het. Dit is een onzichtbaar spel met speelkaart. Hier zit een speelkaart in. Ik gooi het naar je toe, vang het op. Dat is ik met één hand. Zo, tussen twee vingers. Daar gaan we. 1, 2, 3. Hap, vang. Kijk. Moet je kijken. Ook al moet je... Zit ik een onzichtbaar spel op de kaart. Nou wil ik... Adinke, dat je de kaart even schudt. Schud de kaarten door elkaar. Dat doe je goed, maar je moet ze eerst uit de doos halen. Oké, haal ze uit de doos. Inderdaad, heel goed. Schud ze door elkaar. En nu komt het, nu spreid je de kaarten voor je uit. Heel goed. En nu heeft mama Adinke daar 52 verschillende kaarten. Er zitten geen jokers in. Pak er één kaart uit. Niet zeggen. Pak er gewoon één kaart uit. Heel goed. Kijk naar die kaart, onthoud die kaart, draai hem om en steek hem terug in het spel. Hele spel doe je terug in de doos, het ligt hier zo voor je. Daar, hè? Oh, die is achter de bank gevallen. Voor mijn letten nou. Oké, heel goed, Tienke. Super. Kijk eens hoe ze dat doet. En het hele spel hou je zo vast. En nu komt het, op de tel van 3 gooi je dat spel hier in mijn linkerzijzak. Daar gaan we. 1, 2, 3, go. Pak! En het is gebeurd. Het onzichtbare spel, Tienke, is nu zichtbaar geworden. Is dat geen geweldige truc? Nee. Ik ging wel voor dit zakje. Heel even. Ja, en trouwens. En je pakt hem gewoon uit je zak. Dus dat was gewoon slim. Als jullie zijn niet onder de indruk. Nee. Nou, nu als je nu de kaart van mij achterstevoren in het spel hebt en zo, dan ben ik onder de indruk. Oké, okay, maar welke kaart had je opgedraaid? Nee, dat ga ik dan. Nee. Jij moet het raden dus. Nee, je moet me wel vertellen welke kaart je had opgedraaid. Nee, dus. Okay. Je kan zeggen wat je wilt, maar nee. Ik ga het wel zeggen. Klaver 7. Klaver 7. Het zou toch wat zijn, Nienke, als in dit omgedraaide kaart een klaver 7 is omgedraaid. We maken het pakje zo open. We halen alle kaarten. Je zit er met je neus bovenop. Kijk maar. En we gaan kijken of er in dit spel één kaart is omgedraaid. En ik zie dat hier al één kaart is omgedraaid. Hier is niet oké. Maar is mama een mama met fantasie? Het antwoord is ja, want dit is jouw spel met jouw omgedraaide kaart. Klaver 7. Onder de indruk! Dankjewel! Allemaal geleerd van papa, hè? Hoe doe je dat? Wil je alsjeblieft uitleggen? Hoe ik dat doe? Ja. Ja, dat doe ik heel goed. Ja. Ik kom erachter, ik google dit. Ja, nog. Nee, dat is. Maar is er ook een. Dat is leuk, Google. Google. Nee, oké. Ik wil wel iemand wegtoveren. Wie zou jij willen wegtoveren? Mijn moeder. Je moeder? Ja, doe ik. Kan je leren? Moet ik je leren? Ja. Weet je het zeker? Want je hebt wel een hele lieve moeder, hè? Ja, doe maar. En waar wil je heen? Even naar een paradijselijk eiland? Ja.
Zou je daarheen willen? Ja. Oké, okay, weet je wat we dan doen? Dan, ik tel tot drie, dan doen we knippen in onze vingers. En als het goed is, gaat je moeder dan naar een paradijselijk oord. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we. 1, 2, 3. Nou, ze is weg. Dat heb je knap gedaan. Was dit jouw eerste goede truc? Nou, nu kan ik lekker rustig. Nu kan ik lekker naar mijn zoon en moeder. Maar zou wat dichter bij je komen zitten? Zou je het leuk vinden als ik je een trucje ga leren? Ja, is goed. Zou je dat leuk vinden? Dan kun je straks je moeder voor, als ze weer terugkomt van het eiland. Dan dat is het natuurlijk wel leuk als je haar dan een beetje voor de gek kan houden, toch? Ja. Ja? Denk je dat je er klaar voor bent? Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor om een truc te laten zien aan je moeder? Ja, gaan we nog, maar dan moeten we wel nog eerst de moeder terug gaan. Ja, maar ik weet niet of ze wel weer terugkomen. Ja. Ze is helemaal op dat eiland daar. Zullen we het gewoon proberen? Ja, oké. Okay. Zullen we 1, 2, 3 knippen? Ja. Dan gaan we. 1, 2, 3. Wow! Nou, hey, kijk eens, je bent er. Hoe was het? Lekker. Kijk. Zie je het aan mijn tint? Ja, ik zie het. Een beetje gekleurd. Ik zie dat je helemaal gekleurd bent. Ja, ja, het was warm. Maar je bent, ziet er heel mooi uit. Maar mama, ik wil een goocheltrucje doen. Ja, we hebben er goed op geoefend hoor. Ja, mama. Kijk, hier zit een voorspelling in, hè. Hier zit een voorspelling in. Oké. Okay. Jij mag nu zoveel kaartjes, hoeveel je wilt, hier opzetten. Hier op de tafel. Uit de stapel mag ik dat halen? Ja, zoveel je wilt. Je mag zoveel kaartjes hier opzetten en dan mag je... Oké, zoveel? Okay. Wil je nog meer erop leggen of niet? Zo. Okay. Daar wil je stoppen, weet je het zeker niet, hè? Nee. Oké. Nu voelt het compleet. Oké. Oké, ik ga maak even je doosje deze dan opzetten. Zelf open. He, de toch? Doos is zelf open, oké? Het doosje moet ik openmaken. Ja. Want wat zit er in het doosje? Voorspelling. Ja, daar zit een voorspelling in. Dus maak het open. Moet ik niet in mijn hoofd? Mama, maak het open. In de bar. Ja, maar dat is magie. Dit is magie, hè? Heb ik van hem geleerd. Dat is magie. Oké, lees het. En wat zou hierop moeten staan? Ja, lees maar voor. Lees een... Je maakt het wel spannend, Nienke. Nou, ik voel ook. Wat staat erop? Je stopt bij de ruit 3. Oké, en ik ga nu... Hier dit vanaf, hè? Dit ga ik doen, hè? Nee! Je bent zelf ook helemaal van, hoe, het is gelukt. Hij vond het helemaal prachtig. Ja. Maar heeft hij het goed gedaan of heeft hij het goed gedaan? Maar wacht, is dit niet allemaal ruiten 3? Nee. Ja, hij is een moet ik hem, talent. Een talent, ik heb het van hem geleerd, dus bedank hem maar. Bedankt. Graag gedaan. Ja, nou, straks thuis heb je allemaal problemen. Je is straks alles weggetoverd. Ja, zometeen ga ik dit ook doen, hoor. Als het met de rommel is. Ja. Ik heb nog een vriendenboekje. Oh. Je hebt nog een vriendenboekje? Ja die had je ingeschreven. Ja, dat weet ik nog. Ik kon papa dingen doornemen. Waar ben je doodsbang voor? Waar ben ik doodsbang voor haaien? Ik heb ik precies hetzelfde. Ja? Ja. Nou, hier. Als ik in de zee ben, ik ben doodsbang. De haaien dus. Eén vraagje. Heb jij een levensles voor kinderen? Een levensles voor kinderen? Ja. Levensles. Ja, ik moet er even over nadenken. Maar ja, ik denk dat je vooral moet doen wat je leuk vindt en door niemand in de weg moet laten zitten. Ik denk dat het enige wat ik je kan vertellen. Even als ik terugkom op mijn vader. Maar mijn vader wilde altijd goochelaar worden. En vroeger zeiden ze altijd van, oh leuk, toen hij een jongetje was van Hansje wil goochelaar worden. En toen werd hij ouder en zei van, nou gekke jongen die Hans. En toen hij 18 was, dacht ik van, nou die man is niet helemaal 100, want die wil goochelaar worden. Maar mijn vader wilde goochelaar worden. En die heeft zich door niemand tegen laten houden. Hij zei van, ja maar goochelaar is toch geen vak, daar kun je toch geen, je geld niet mee verdienen. Nou, ha! Ha! Nou, dat is toch mooi dat je dan, ja, hij is gewoon doorgegaan en hij heeft zich niet tegen laten houden. En ik denk dat je dat altijd moet doen. Ik heb een hele grappige vraag. Ik heb een grappige vraag, vertel. Is jouw vader rijk en heeft hij Gucci? Is mijn vader rijk? Mijn vader is vooral rijk in de liefde, dat kan ik je wel vertellen. Nou, bedankt. Dat je hier was. Graag gedaan. Ik vond het een eer om hier te mogen zijn. We hebben genoten. Waarom moet je eigenlijk voor bedankt lachen? Wat is daar grappig? Gewoon waarom het gebeurt. Hij vond het een gekke wending in één keer. Ja, hij wil langer blijven, maar we hebben zo. Ja, ik wil eigenlijk nog langer blijven, want ik vind het zo gezellig. Als je langer wilt blijven, heb je 50 cent. Dan kunnen we dan mag ik langer blijven? Ja, kunnen we een voetbaltafeltje doen. Een voetbaltafeltje? Dan doe ik nog wel eventjes mee. Te ja, we kunnen je ook weg. Moet ik in de camera kijken? Of wat je wil. Super bedankt dat je er was. En kijkertjes, super bedankt. Volgende keer zijn we weer, bro. En ouwe, doei!
Zo doe je dat dus. Zo doe je dat dus. Dat is de toekomst. Dit is de toekomst.